welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik heb heel veel vragen gekregen, ik heb er al eens een live over gedaan. Voor al die vragen die ik gekregen heb, maar ik ga ze toch nog eens verwerken in de video eigenlijk. Dus de eerste vraag die ik hier tegenkom, wat is transgender? Transgender is eigenlijk een persoon die in het verkeerde lichaam is geboren. Bijvoorbeeld, ik was vroeger een meisje, maar in mijn hoofd en in mijn hart was ik een jongen. Goed, hoe roepen mensen je wel eens dingen in het openbaar, zo hoe reageer? Dat heb ik sinds kort ook wel meegemaakt eigenlijk. Ik was in het zwembad, dus aan het zwemmen. En plots komen er een paar jongeren naar me toe. En die riepen dus, ja, eerst Zwarte Piet. Dat ging er nog eigenlijk nog redelijk, omdat dat niet echt een scheldwoord is, omdat dat gewoon, ja, dat kan ik nog wel tegen. Maar dan begon het eigenlijk erger te worden, erger. En dan was ik een racist en dit en dat. Ik ga het gewoon niet helemaal herhalen, omdat er kinderen meekijken naar de video. Dus ga ik die woorden niet helemaal herhalen. In mezelf ging ik kapot, maar ik liet het ook gewoon niet zien. En ik ben gewoon uit het zwembad gegaan. En ik heb dan naar de andere kant van het zwembad gegaan, om daar voorzichtig te gaan zwemmen en zo. Dus ik reageer daar eigenlijk niet op. Ik laat dat gewoon passeren, wat mensen ook reageren. Alleen als mensen natuurlijk vragen voor een foto of zo, ja, dan ga ik wel met de mensen op de foto. Want dat vind ik al belangrijk, om mensen zeker en vast met de mensen in contact te komen die het wel goed menen. En op de foto te gaan. Maar ja, dat is zo bij mij. Ik word heel vaak herkend, nu zeker en vast, zeker in de vakanties of na de school uit zijn rond 4 uur. Dan weet ik ook van, ja, dat er veel mensen zijn en veel mensen gaan dan ook mij toespreken. En ja, dat is soms wel, je kunt het een beetje vergelijken met, ja, met K3 en Enzo Knol eigenlijk. Die wordt ook overal herkend. Ik word nu ook overal herkend. Ga een geslachtsoperatie laten doen? Dat is een volgende vraag. Momenteel niet, omdat ik nog niet goed weet wat de risico's inhouden, maar ook een slagsoperatie, dat doen ze eigenlijk van je arm, ze zit er niet in eigenlijk van vel. En dan gaan ze daar een penis van maken en ik weet niet zo goed van hoe gaat dat zijn, gaat dat herstel lang duren, ik denk dat wel. Ik heb er een beetje schrik voor en vanaf er een andere techniek gaat komen misschien wel, maar momenteel laat ik nog niets opereren, ben ik blij hoe dat ik nu ben, maar misschien in de toekomst, je weet maar nooit, dat ik dat misschien ga laten doen. Dus heb je nu ook een penis? Nee, ik heb geen penis. Heb je eigenlijk nog je maanstonden? Nee, ik kan mijn maanstonden niet meer krijgen, doordat ik dus een man ben. Een man kan zijn maanstonden ook niet krijgen. Zou je graag een piemel willen laten? Ja, heel graag. Heb je al operatie onderaan gehad, zeg maar mannelijk? Nee. Wanneer wist je dat je transgender was zijn? Ik wist op mijn 13 wel dat, ja, dan komen er natuurlijk, ja, borsten, dat er iets mis bij mij was. Maar ik wist alleen nog niet wat. En dat was heel moeilijk om ermee om te gaan, want ja, ik dacht in eerste instantie, misschien ben ik dan, ja, lesbisch of ben ik helemaal, door mijn beperking, denk ik dat misschien anders. En dat maakte mij ook wel onzeker, ook op school. Ik kon niet zijn wie ik wilde zijn en ik wist ook niet goed wat er aan de hand was, maar ja, ik hoorde ook geen andere mensen over praten. Dat was toen nog niet, toen ik jong was, praatte er bijna niemand over van dat is de normaalste zaak en transgender zijn, of dat, dus, dat woord was zelf nog niet eens gevallen over transgender. Dan 3 jaar geleden, dan keek ik naar een tv-programma, 2018. 2018 was het programma, dat zal dus bijna 4 jaar geleden zijn, op 1. Kwam er een keer MVX. Daar praten mensen van, kijk, ik ben geboren in het verkeerde lichaam. Ik wil liever ja, een meisje zijn of een jongen. En toen begonnen ze het herkennen van, hey, dat ben ik ook. Ik ben ook een transgender. Maar dan begint het eigenlijk, dan begint het proces eigenlijk te lopen. Want dan moet je het vertellen tegen de mensen die je heel graag ziet, zo lekker mama bijvoorbeeld. En dan begin je wel te denken van hoe gaan we dat aanpakken. En dat maakt me dan ook weer onzeker om andere mensen dat te vertellen. En ja, dat was heel moeilijk. Toen had mijn mama ook, ja, juist borstkanker gekregen. Dus je wist ook van ik wil mijn borsten niet. Maar mijn mama wel.
maar die gaat ze moeten laten afzetten door de kanker. En dat was een heel moeilijke beslissing om dat te vertellen. Dus ik heb dat dan eerst verteld tegen mijn beste vriendin Miranda. Dan heb ik dat verteld tegen mijn begeleiding, waar mijn mama bij zat. Ik heb er ook een filmpje gemaakt. En dan is het eigenlijk geleidelijk gegaan. Eigenlijk. Dan heeft de, ze hebben naar de dokter gegaan en zo. Ze hebben naar de psycholoog geraakt in Gent. En zo zijn we eigenlijk tot het project gekomen waar we nu staan eigenlijk. En ik ben eigenlijk wel heel blij hoe ik nu ben. Ik kan zijn wie ik wil zijn in de buitenwereld. En ik ben er echt wel heel fier op eigenlijk. En ik ben er heel trots op dat ik kan zijn wie ik wil zijn. En ja, hoe groot ben ik? Ik ben 1,50 meter. Ik kan ook niet meer groter worden, dus ik blijf altijd 1,50 meter. Dus we gaan eens kijken op TikTok, waar er ook heel veel vragen, die gaan we hier ook in behandelen. Moesten er nog vragen zijn die je zegt van, oh, ik kan mijn vraag niet te stellen, stel ze gerust. Ik sta ervoor open om zeker al je vragen te beantwoorden. Sowieso in het filmpje. Dus, voilà. Wat is je favoriete zangeres van Kateri? Dat is Hanne Verbruggen. Val je op jongens of meisjes? Ik val op vrouwen eigenlijk. Ik val eigenlijk al heel mijn leven op vrouwen. Dus ja, op vrouwen. Heb je nog jurkjes en vlokjes in de kast? Die van K3 tellen niet mee. Ik heb eigenlijk buiten K3 jurkjes geen enkel jurkje hangen. Waarom niet? Ik doe het eigenlijk al van kind af aan niet graag. Dus ik heb eigenlijk altijd wel een broek gedragen of ja, een t-shirt. Wat vind je van de oorlog? De oorlog vind ik natuurlijk niet goed. Hoe oud ben je? Ik ben 31, doe je een koprol, maar dat is altijd zo, ja. Nee, dat zijn ook mensen die er wat tussen komen. Heb je een schooldiploma? Ik heb wel een diploma gehaald op school van veiligheid. Maar echt een diploma van magazijnier niet. Wat vond uw familie over uw transitie? Mijn mama vond dat eigenlijk in het begin heel hard wennen. Dat kun je ook voorstellen, omdat je moet je dat voorstellen. Uw mama heeft een kind op de wereld, een meisje. En dat meisje wilde jongen worden. En dat ze afscheid nemen van dat meisje eigenlijk. En dat ging wel een beetje moeilijk. Mijn broer en mijn schoolzus gingen er denk ik wel redelijk beter mee overweg eigenlijk. Die hebben er eigenlijk ook niet echt altijd heel veel vragen over gesteld. Ja, en mijn petekindje, die is daar te klein voor. Die gaat mij ook gewoon zo erkennen. Die gaat niet beter weten dat dat gewoon zo is gelopen eigenlijk. Maar dat ging eigenlijk geleidelijk aan. Wat ze er nu van vinden, ja, mijn mama kan ik daar niet op antwoorden. Dat weet je, mijn mama is gestorven een paar jaar geleden. Dus dat vind ik wel jammer, omdat ik nu niet weet van hoe zou mijn mama dat eigenlijk gevonden hebben. Zou mijn mama blij zijn dat ik er nu zo uitzie, zoals ze dat gemakkelijk gevonden hebben. Hoe zou ze daarop reageren, naar de buitenwereld. Dat weet ik allemaal niet. Ook hetzelfde met mijn vriendin, dat weet ik ook allemaal niet. En dat maakt me soms wel een beetje onzeker over jezelf, omdat je wilt dat wel weten, maar gaat dat nooit te weten komen. Want ja, dat is wel een beetje lastig daarin. Even kijken, hoe ben je aan de baard gekomen? Dat is ook een ingestelde vraag. Kom je aan de snor en de baard? Je krijgt dus testosteron, dat zijn mannelijke hormonen die je toe krijgt. En ik heb op de 24 september 2020 voor de eerste keer testosteron gekregen. En heel snel zag je al dat ik een baard aan de snor kreeg. Een paar maanden later een baard. Dat ging eigenlijk allemaal heel snel bij mij. En dat was eigenlijk, ik was er wel heel fier op, maar dat is zo'n testosteron, dat je dat allemaal krijgt. Wat is jouw lievelingsdier? Dat is een vos. Heb je nog pijn van de operatie? Eigenlijk op zich nee, totaal niet. Je kunt ook zien, het is zo goed als genezen eigenlijk, nog een beetje littekens. Maar op zich eigenlijk ben ik trots goed dat het eruit ziet. Dus ik ben heel blij en fier hoe het er, ja, hoe dat ik nu buiten kan komen eigenlijk. Dus ik ben wel heel blij. Dus hoe ben je geïnspireerd om transgender te zijn? Wat was het gevoel? Het was een heel opluchting toen ik eigenlijk wist dat ik een wist wat er aan de hand was met mij. Dat was echt een heel opluchting. Dat was een alles viel gewoon van de schouder. Ik wist van kijk, er kan iets aan gedaan worden en ik ga meer mezelf kunnen zijn. En daar ben ik wel heel trots op eigenlijk en heel blij. Dus en wat kost het om van man naar vrouw te gaan?
maar het is van, man, nee, van vrouw naar man. Ik heb 1000 euro betaald voor een borstoperatie. De rest dat weet ik allemaal niet, omdat ik de rest ook niet heb laten doen, nog niet. Dus ik weet niet wat het allemaal kost. Dus ja, hoop ik vond je dit een leuke video. Dan zeker een duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En zijn er nog vragen? Laat ze in de comments achter. Tot ziens.